Yo mates, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Diamond SN6. In deze serie moet ik natuurlijk mijn SN6 Submachine Gun Diamond gaan halen. En wat wij op dit moment nog moeten doen zijn headshots. We moeten er nog ongeveer 60 van, in totaal 57. En wij moeten nog hipfire kills en daar moeten we nog ongeveer 40 van, zoiets. Dus ja, we gaan er natuurlijk voor spelen. We moeten ook nog dogfight medals halen. Alleen dogfight medals die halen we vanzelf wel als we gewoon lekker aan het spelen zijn. Dus we focussen ons vandaag op de headshots. Zien we iemand campen, zien we iemand staan, dan pakken wij die headshots op. We spelen met de SS6. Elite versie. En die is lekker beest. En dan hoop ik dat we ook natuurlijk lekker kunnen gaan. Er is al iemand gesniped, dat is goed gedaan, teammate. Er is nog iemand gekilled, goed gedaan, teammate. Headshot. Ah, hij sprong net. Het is best wel moeilijk, jongen, om die headshots te pakken. Want ze springen natuurlijk gewoon letterlijk alle kanten. Maar als er iemand stil zit, zoals deze vent, dan kan je een headshot maken. Dus is er weer een binnen. Zie je? Dus dat bedoel ik dus. Dat zijn de makkelijke headshots. En de moeilijke headshots is als iemand de lucht in springt. En dan ga je ook natuurlijk weer dood. En er zit iemand doorheen te zingen. Ik weet niet of dat zo handig is. Maar nu ben je gemute, jongen. Jammer! Het is leuk als je gaat zingen. Behalve als ik mijn headshots moet maken. Zo. Ik liep even vast daar, man. Mijn computer liep vast. Ik ben een robot. En soms loopt de robot wel eens vast. 1-2, 1-2. Ja, mijn vriend, dat was niet zo slim van je. Dat, mijn vriend, was niet zo slim. Als het goed is, komen ze hier, hoor. Ja, dankjewel. Nee, teammate, dat was mijn headshot, vriend. Je mag mijn headshots afpakken. Behalve als ik hem verspeel. Oeh, die vent werd bijna gesniped, jongen. Dat was echt net niet gewoon. Ah, nee, jongens. Ik wil naar ze toe lopen. Als je bij enemies in de buurt bent, dan zijn het natuurlijk makkelijker om een headshot te pakken. Alleen, zoals hier. Hoppatee, zie je wel. Alleen het punt is, ze rennen steeds voor me weg of mijn teammate gaat erachteraan. Waardoor de enemy alweer dood is voordat ik er ben. Ja, dat werkt ook niet zo goed. Kut, zit er nu weer achter me. Ja, jammer jongen. Wat? Teammate, dat was mijn kill. Oh, vieze killstealer. Wacht maar jongen, wacht maar. Ah yes, headshot, daar ging ik voor, dank je. Ik richt heel langzaam, ik kan veel eerder al steeds schieten. En ik doe het allemaal rustig aan. Want dan pak ik die headshots namelijk op, anders niet. Zo, headshot, zie je wel, gewoon rustig aan jongen, die mensen toch scheef. Er zijn nog 5 headshots op dit moment binnen. 5! Het potje is nog niet zo lang bezig, dus nog eens 6! Dus we gaan lekker. Ik ben nu alleen out of ammo, dus we pakken even deze AK-12 op. En dan ben ik dood. Hij switcht is een slow, man. Ik dacht, ik pak dat wapen op, dan zijn we meteen geswitcht. Nee, het duurt 3 jaar. En ja, dan ga je dood. Dat ga je niet kunnen navertellen, helaas. Zit er hier nog één, hoor. Ik weet niet waar. Er zat er hier nog één. Oh, was dat een headshot? Nee, kak. Het zag er wel uit als een headshot. Ja, moet je even springen, joh, dildo. Dan kan ik toch een headshot maken, man. Het is slim, hoor, dat hij sprong. Daar niet van. Ah! Yeah! Dank je. Het duurde even, jongens, maar we hebben er weer één. Oké, dat kan ik niet raken. Dat is te ver. Doei. Ja, ik wist het, jongen. Ik wist dat er eentje zat. Ik wist alleen niet waar. Waar ging hij naartoe dan? Ah, ja, zie je wel. Hij probeerde op die wall te springen. Alleen het lukte hem niet. Toen dacht hij, weet je, we gaan wachten hier, Raskia. Als het wel was gelukt, was hij namelijk een andere weg opgelopen. Yo, dank je. Ah, ik doe het gewoon chill hoor. Gewoon lekker rustig. Oké, dat was dus niet chill. Dat was te snel. Maar we gaan hard. We gaan heel hard. Yo, dank je. Weer eentje erbij. Yo, oh, dat was er geen een. Dat was wel een skeet shooter. Maar ja, we moeten dogfight medals halen. Ik zag hem staan hoor. Geen skeet shooters. Ik zag die enemy staan. Ah, we gaan zo lekker man. Fucking al dit wapen is chill. Ah, dat was een hipfire. Nou, die moeten we ook nog hebben. Dat was niet helemaal de bedoeling dat het een hipfire werd, maar weet je, die moeten we ook halen, dus ah, teammate, pak hem dan! Zit er een naast je! Naast je! Dankjewel, nu heb ik een headshot. Ook goed. Zo mag het ook. Huh! Ah, bijna. Ik probeerde op hem te
lanceren, man. Maar ja, nu ben ik weer dood, omdat ik dat deed. Oké, dan ga ik dus niet meer proberen, dat weet ik wel. Kijk hem, nee, dat was een... Ja, dat was een dogfight. Dat was een hondjesgevecht. Oh, dat was ook een hondjesgevecht als ik hem dood had kunnen krijgen. Waar is die nou dan? Oh, daar. Spring dan! Nee, we moeten wel... Oh, headshot, headshot. Ook goed, ook goed. Ze moeten springen, man, als ik op ze schiet. Dan krijg ik dogfight medals namelijk. Nee, ze hebben daar niet zo'n zin in, hè. Jammer, kut camper. Vulcan. Ik moet rennen, want dit ding komt weer op mij. Sowieso! Oh, kut. Hij komt nu alsnog op mij, want ik span erin. Hé, dankjewel, Call of Duty. Daar ben ik heel blij mee. Ah, waarom ben ik zo scheef, man? Ik ga leren aimen, Jan. Er zit een pleister op mijn vinger, dus dat gaat niet zo goed. Nog steeds? Ja, nog steeds. Huh! Nou, dan kan ik geen headshot maken, want zijn schild zat er 3 jaar voor. Dat gaat mij niet lukken, hè. Dogfight. Was dat een... Nee, dat was een streef. Fuck. Dat was einde streef. Dat was niet de bedoeling. Headshot. Wij maken veel... Hé, hey, geef dat ding eens aan mij. We maken veel headshots, man. Hoi, yo. Dankjewel. Ik ga dat ding niet inroepen, maar dankjewel. Oh, lucky bastard. Hij schoot niet op mij, hij schoot op mijn teammate. Nee, ik liep zijn richtpunt in. Is dit een automatische sentry of moet ik hem zelf besturen? Schiet hij zelf? Ah, weet je, fuck dat ding ook. Ik heb er niks aan, dus ik hoef dat ding ook niet. Oh, paladin, die wil ik wel. Geef mij eens een paladin, die heb ik al heel lang niet meer gehad. Oké, we gaan even een paladin gebruiken, jongens. Dat ding heb ik al heel lang niet meer gehad. Hoe werkt dit ding ook weer? Ik weet niet meer hoe dit ding werkt. We gaan het even uittesten. Hoe schiet ik hem mee? Oh, zo. Hey! Oh, ik heb al zo lang niet meer in zo'n ding gezeten. Oh, jee! Dit ding is fucking beest. Hoe pak ik een andere gun? Oh, zo. Wacht. Boom! Dikke raket hier, oh. Oh, dit ding gaat mis. Oh, ja, lekker, Jan. Schiet dat ding af. Oh, kut. Ik kill mezelf. Oeps. Ah, ik had wel een kill, alleen mezelf. Dus dat is niet eens zo heel erg handig, maar oké. Zo, dit ding is dik, ouwe. Hij zit er weer te campen, man, voor dat ding. Oh, kan ik hier doorheen schieten, of niet? Oh, dat is kogelvrij glas, jongens. Weer wat geleerd, kogelvrij glas. Oh, hij is nu al voorbij. Wat een kutstreak. Daar komt hem neer, wat een kutstreak. Zo. Teammate, er zat iemand naast je, voor de duidelijkheid. Oh, en dan killt hij mij ook nog, wauw. Wat een onzin. Die zat allemaal te campen voor die paladin, man. Dat ik heb ook een keer een leuke streak. Kan ik hem niet gebruiken omdat iedereen zit te campen. En omdat ik niet wist hoe die werkte. Dankjewel, kutsniper. Wacht, die zit hier te campen. Wacht even, dan kan ik een makkelijke headshot pakken. Waar zit hij te campen? Hier? Ergens? Zit hij hier? Nee. Waar zit die sniper aan te campen? Hier. Nee. Kutsniper. Hit fire, dank je. Waar zit die sniper? Ik weet niet waar die sniper zit, man. Helaas. Twee hitfires voor de prijs van 1. Dankjewel, jongens. Lekker blijven campen. Jammer, jongen. Ik was al bijna dood, dus ik dacht blijven vliegen. Als hij 1 kogel raak schiet, dan ben ik dood. Jammer, vriend. Spannend hier. Knop. Althans. Ah, oh, die fucking sniper zit daar. Ik zat je altijd te zoeken, man. We hebben bijna het potje gewonnen. Oh, what the fuck kom jij vandaan? Die had ik echt niet gezien, Naro. Die kwam echt uit het niets opeens. Ik weet niet waar die vandaan kwam, maar... Oh, headshot, dank je. Hij stond er. Hij had de kill. Oh, hier ligt die fucking sniper. En daar gaat het natuurlijk om. Ah, oh, jammer. Teammate, pak hem, jongen. Goed zo. Dogfight medal. Nee, hij ging op het randje staan. Jammer. Ah, ze moet even de lucht in springen. Als ik ze tegenkom, moet ik de lucht in springen. Iemand heeft die solar system uit zijn care package. Ah, ja, dogfight. Nee, dat was een skeet shoot, want ik stond op de grond. Ah, dat is moeilijk nog, hè, dogfight medal halen. Normaal gesproken haal ik er vet veel. Behalve als ik ze moet halen. Dan haal ik ze opeens weer niet. Zo, die gaat even iemand bezig zijn Essel drone, hoor. Die Sentry Gun had ook bij de wel. Yes. Ja, dogfight, dankjewel. Alsnog 1 gehaald. Ah, oh, gelukkig.
Oh, dat was een ik wou een headshot maken, jammer. Waarom willen die enemies geen gratis care packs? Als ze dat ding nou even oppakken, dan kan ik ze killen. Hit fire. Jee, gewonnen! Woo! Heerlijk potje gespeeld, ik wil echt mijn score weten, want ik heb namelijk nog niet gekeken. Wat is mijn score? 51-18. Let's go boys, heerlijk potje gespeeld en we hebben heel veel headshots gepakt, dat is niet meer normaal. Ik denk echt een stuk of 8 of 9, misschien wel meer. Dogfight medal gehaald, we hebben hipfire kills gemaakt, we hebben gewoon alles wat we moesten halen, hebben we gewoon weer een stukje verder gehaald. Dus, dat was een heerlijk potje. Zo, ik moet boeren, heerlijk potje. 23 confirms, dat ook nog is. Dat is natuurlijk ook lekker. Oké, maar wat hebben we allemaal gehad? Kan ik dat bij medals zien, ja toch? Hier, 14 headshots! 14, dat is fucking veel, gek. En even kijken, wat hadden we nog meer? Dogfight 1 medal. En point blank. Nee, dat is hem niet. Waar staat hipfire dan? Waar is mijn hipfire dingen? Oh, die zie ik niet. Daar moeten we even lieven. Doei jongens. Was leuk om met jullie gespeeld te hebben. Al ken ik jullie allemaal niet. Oké, we hebben 56 hipfire kills totaal. Dat zijn we dus echt bijna mee klaar. We moeten natuurlijk naar de 80 toe. Dus er zijn nog 34. Of 24. Oh, dan hebben we echt wel bijna nog 24. Wij hebben totaal 37 headshots. Wat inhoudt dat we gewoon op de helft zitten. Want we moeten natuurlijk ook voor de 80 headshots mee pakken. Dus ja, dat zijn er nog 43. We hebben 4 dogfights medals, dus er moeten we nog 6 mee. En dan moeten wij natuurlijk daarna nog zonder perks, zonder attachment spelen voor de Diamond Camo. Dus we zijn heel erg snel onderweg naar de Diamond Camo. Als we dit soort perks kunnen neerzetten elke keer opnieuw, dan zijn we gewoon in één keer klaar. Dus heel erg bedankt voor het kijken mensen. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer, dat helpt mij enorm. En ik hoop jullie ook weer te gaan zien bij een volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Dus tot de volgende keer maar weer. Bye bye mensen.